Hallo, Levi hier, Flux Wiley. Ik neem graag een moment om dit hier te presenteren. Mr. Fantasy Stripboek Magazine nummer 4. Yes! Dit is een strip van Subaqua Producties uit Tilburg. Je zal misschien denken, nummer 4, waar zijn nummer 3, 2 en waar is de eerste? Ik denk dat het duurt heel lang voordat er nieuwe uitgaves komen. Misschien zit er wel 10 of 12 of 14 jaar tussen. Mr. Fantasy 3 is misschien zelfs uit de jaren 90 of begin 2000. Ik heb geen idee. maar hier is Mr. Fantasy 4 met de gekke fold-out, cut-out, openingsblad. Mr. Fantasy 4, Subaqua Producties. Met vertraagde uitgaven, eindelijk hier te koop. Zullen we er even doorheen bladeren? Dit is een strip vol met tekenaars. Ik ga live dan maar ook meteen via mijn telefoon. Zo, hierin, dit is. Ja, laten we even kijken. Mr. Fantasy 4, wow, is een underground blad met, ik geloof zo 48 pagina's aan inhoud. Gemaakt door Camiel Dings uit Tilburg. Striptekenaar, muzikant. Ah, hier, Mr. Fantasy 3, 6 jaar geleden. Maar dit is 2021, dus oké, okay, 8 jaar. 8 jaar, oké. Okay. Ja, dit zit vol met tekeningen van onder andere Paul Schepers, wijlen Paul Schepers. Flux Wiley, ik heb een strip hier die heet Bloom. Dan verschillende dingen van Camille Dings, Nick J. Zwart en Johannes Dam. En meer dingen van Camille en Paul. Paul Schepers is overleden een paar jaar geleden. En is ook een van de redenen waarom dit zo lang heeft geduurd voor Camille om te produceren. Eerst maar om te rouwen en door te komen, denk ik. En uiteindelijk. Ja, is dit het geworden? Dus het blad zit vol met nieuwe, onuitgebrachte dingen. Zoals dit labyrint, Doolhof. En. Oh, wauw. Andere rare momenten hier. Het is. Ja, echt underground, onafhankelijke DIY-cultuur. Ja, hier is Bloom. De Flux Wiley strip die ja, 2019 gemaakt is en nu toch uiteindelijk echt uit gaat komen volgende week of deze maand of eigenlijk nu, vanaf nu. Ja, strips om te lezen met bizarre gebeurtenissen en dingen om je brein mee te laten kronkelen. Ja, wauw, dit is te gek. Kortere strips, langere strips. Dit is volgens mij Nick J. Zwart. Closet Gaze of the World. Ik weet niet precies wat hier gebeurt. Ja, dit zijn maar dingen die je zelf moet checken. Als je wil. Oh, de bladzijden hier zijn geel. Dit is een testdruk. Het uiteindelijke exemplaar heeft natuurlijk gewoon normale witte bladzijden, dus zodat het gewoon goed te lezen is. Dit is even zo. Wow, what the fuck? Oh shit. Ja, ook hier meisjes met hobby's. Dit zijn dames die met grote geweren volgens mij dingen neerschieten. Ja, wow, what the fuck, man. In ieder geval, er zit genoeg in. En
het bizarre is van Mr. Fantasy, dat het is en altijd al is geweest een erg underground blad. En vandaar ook dus met underground normen en waarden. En daardoor dus ook underground prijs behoudt. Dus dit is te vinden en te koop voor 5 euro in deze tijden. 48 bladzijden met kunst en weird shit voor 5 euro. In een kleine oplage van misschien 100 of zo. En ik denk dat het dan op is op. Dit is te koop via Camille in Tilburg. Kan ook met de post besteld worden. En er is een verkoopadres hier bij mij in Dresden. In de Hauptstraße. De hoofdwinkelstraat in de offline shop. Die vanaf 7 november open gaat. En dan tot eind van het jaar open is. Dus een paar exemplaren hier in Duitsland en alle andere in Nederland bij Camille. Of misschien vindt hij ook nog voorverkooppunten. Oké, dus ik zou zeggen support DIY, cool shit by cool people. Mr. Fantasy, 4, 5 euro, what the fuck, that's it. Oké, woe, complete excited. Thank you.